The sky is the limit, dat zeggen de Engelsen althans. En dit is even voor jou, Mirjam, om te laten zien dat dankzij de vraag van je kleine zusje ik nu ook een beetje over mijn eigen hoogtevrees heen ben. Alhoewel ik ook een beetje verlang naar het huisje waar Lennart net op zat. Nee, even alle gekheid op een stokje. Dit was Willem Wever alweer voor deze week. Volgende week is de laatste aflevering. Maar dat betekent niet dat jullie geen vragen meer hoeven te sturen, want die blijven gewoon welkom. Blijf die dan ook sturen naar het bekende adres. Willem Wever, postbus 25700-1202-HS in Hilversum. En volgende week dus kijken naar de laatste aflevering van Willem Wever. Tot dan! Als je denkt dat Ronald de Boer gevoel voor de bal heeft, dan moet je toch maar eens even kijken naar deze zeeleeuw. Mooi, hè? Ja, heel mooi. In de regel is het nog steeds... Echte literatuur is het niet, maar leuk dat ze zijn, strips. En ze worden ook nog in Nederland gemaakt. Ja. Bij duizenden liggen ze op het strand, schelpen. Ik neem Sophie in de boot om erachter te komen hoe ze ontstaan. Leuk hier in Giethoorn, hè? Ja. Ook nog een stukje omvaren. Ja, kijk, daar komt hij aan. Zie je wel, heb jij daar wel eens bij stilgestaan hoe die reclameteksten achter vliegtuigen in de lucht komen? En dan gaat hij, kijk eens! Willem Wever is er ook op radio. Iedere zaterdagochtend tussen 9 en 12 in Cappuccino op Radio 2.